Wel, het orkest is bij Verdi mee een protagonist geworden van het verhaal. Het orkest vertelt heel vaak iets over de zangers, de solisten op het podium, iets wat ze misschien niet meteen zingen, maar iets wat er wel is. Dus de psychologie en de innerlijke wereld van die zangers wordt vaak door het orkest verteld. Bijvoorbeeld Amelia in de tweede acte, die schoorvoetend, ik ben Citamo, wel goed, ik hou van je, een zeer aarzelende, schoorvoetende liefdesverklaring doet. Dat het bijna ongeloofwaardig is, maar als je dan luistert wat een prachtige melodie de Shelley op dat moment spelen, je zou bijna kunnen zeggen dat de leugen van Amelia, wat ze zingt, door de Shelley wordt duidelijk gemaakt eigenlijk op een of andere manier. Dus de Shelley spelen op dat moment haar innerlijke gevoelswereld en verraden eigenlijk hoe ze zich echt voelt. Dus eigenlijk ook al liegt zij op dat moment, het orkest spreekt altijd de waarheid hier van onderuit de bak. Wel ja, leugen. Ik wil maar zeggen, ze geeft het heel schoorvoetend toe dat ze wel van hem houdt, maar ze doet het zo klein dat eigenlijk dat het bijna is van oké, ik hou van je, maar het is helemaal niet zozeer, niet zo erg. Maar als je die cello's hoort, dan weet je meteen oké, dat is een brandende, vurige liefde. En dat is ongelooflijk mooi hoe Verdi diepte en psychologie aan zijn personages meeneemt.